lapje. Vandaag serveren wij een runderlapje met jachtsaus gegarneerd met peterselie. Dat is vast een te moeilijk recept voor mij. Wel, nee. Je smelt gewoon het boter in een koekenpan. Dommel, hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat dat niet de bedoeling is dat je van dit huis een zwijnenstal maakt? Oh, het spijt me. Ik zal het opruimen zodra ik uitgekeken ben. Het gras moet gemaaid worden en je had beloofd te helpen. Echt waar? Wat stom van me. Kan je het niet alleen doen? Yummy, dat ziet er lekker uit. Hij is onverbeterlijk. Ik heb een briljant idee. Dommel heeft een voorbeeld nodig en dat ga ik voor hem maken. Ja hoor, hij doet het helemaal. Ik hoef er alleen nog maar een kop op te zetten. Zo. Oh, wat ben ik toch geniaal. Waar slaat dat nou weer op? Die witte dikkerd lijkt precies op mij. Mag ik je voorstellen aan D2? De D staat voor dommel omdat hij jouw evenbeeld is, maar tot mijn onuitsprekelijke genoegen werkt hij eventjes beter. Hoe bedoel je dat? D2 is razendslim. Hij is absoluut eerlijk, hij werkt keihard en hij zal nooit zijn snor drukken zoals sommige andere dommels die ik ken. Ik zou niet weten wie die met sommige andere dommels bedoelt. Ik kan me niet voorstellen dat hij werkt. En of die werkt, en ik zal je laten zien dat hij heel wat sneller is dan jij. D2, haal een kopje thee. Geef maar toe dat je diep onder de indruk bent. Ik ben helemaal niet onder de indruk van die malle witte dikke nephond. Jij hebt hem uitgevonden en met uitvindingen van jou is altijd wel iets mis. Je wilt gewoon niet toegeven dat mijn D2 geweldig is, maar ik zal het bewijzen zodat zelfs jij er niet meer onderuit kunt. Wat goed, hè, dommel. Geef nou maar toe dat mijn robot meer kan dan thee schenken. En kijk eens hoe netjes die het gazon maait. Hij doet het veel beter dan jij. Hé, wacht eens even. Ik geef toe dat je echt geniaal bent. Nou je die robot hebt, heb je mij niet meer nodig. Ik zit voor de tv, hoor, als je me zoekt. Hier ben jij, dommel. Weet je zeker dat je niet iets vergeten hebt? Wat dan? Dat je zoveel werk te doen hebt dat je niet weet waar je beginnen moet. Mijn robot doet het werk in de tuin en jij zorgt ervoor dat het huis voor het eten schoongemaakt is. Want het wordt tijd dat je tot je laat doordringen dat het hier geen hotel is. Huh? Oh, moedertje lief, houd daarmee op, D2. Ik wil dat je stopt. D2, stop dan toch. Ik wist het. Hij komt op ons af, laat hem toch stoppen. Maar dat probeer ik toch. Stop hem, stop hem. Ik ben blij dat hij stilstaat, maar ik zou niet weten wat er met hem aan de hand zou kunnen zijn. Jij hebt hem uitgevonden. Zo te zien is er niks mis met hem. Het kan natuurlijk komen omdat ik oude draden heb gebruikt. Dat zal het zijn. Dommel, ik moet de stad in om nieuwe onderdelen te kopen. Best hoor. Zou je de robot even binnen willen zetten? Een robot zal toch altijd een robot blijven. Hij mag dan uiterlijk nog zoveel op me lijken. Er is toch een verschil. Ik heb geen last van storingen. En als je de kamer opgeruimd hebt, wil ik dat je de keuken een beurt geeft. Tot straks. Het is dat ik een trouwe hond ben, anders zou ik het niet pikken, hoor. Hij kan me wat. Ik ga een dutje doen. Je kan van semafoor veel zeggen, maar zijn ideeën zijn geweldig. Ook al werken ze niet altijd. Dommel heeft niet voor niets de naam dat hij ontzettend lui is. Ik ga hem helpen zijn reputatie te verbeteren. Ik weet zeker dat hij me ervoor zal bedanken als hij tegen etenstijd wakker wordt. Daar gaan we met de afstandsbediening. Daar gaan we! Nou, dat vind ik ontzettend aardig van jullie jongens. Ik kan niet geloven dat jullie me willen helpen in het huishouden. Wat lief van jullie! Dommel kan niet wachten! Niet waar, Dommel? Oh, wat ben je toch een engeltje. Je verdient het dat ik nu meteen een kusje voor je verzin. Zeg, veel plezier, Dommel. Nou, ik ga er gauw vandoor. Eens kijken of Jerry ook hulp nodig heeft. Kom mee, Dommel, dan zet ik je aan het werk. Als je eerst de was voor me wil doen, want die moet hoog nodig gedaan worden. Ik heb bijna geen schone onderbroekjes meer. Nou, dan ga ik ondertussen fijn televisie kijken. Dat is zo'n romantische film.
Mooi, dat gaat goed, maar het kan altijd beter. Volgens mij moet het sneller kunnen. Oh, wat is dat nou toch verdrietig. Ik kan me niet tegen als verliefde mensen elkaar niet krijgen. Hola, Dommel, wat is er? Ben je nou al klaar? Dat is snel, zeg. Ah, ja. Oh, wat heb je nou opeens, Dommel? Nee, niet doen! Oh, oké, nee, mijn gordijnen, die hoeven niet gewassen. Kom terug, Dommel, niet doen! Dat ging dus fout. Oh, echt waar, Balthus? Hij wil Dommel kleedjes voor me opknappen. Nou en of, hé, Dommel? Oh, wat ontzettend lief van je. Zou je boodschappen voor me willen doen, Dommel? Ik heb brood en sinaasappelen nodig. Onthoud je dat? Hallo, Dommel. Zeg het maar. Wat kan ik voor je doen? Oh, Dommel. Laat dat, Dommel. Kom terug. Ja, dat verdien ik. Deugt niet. We gaan dit doen, Dommel. Dommel, kom terug. Je moet hem betalen. De sinaasappelen zijn in de aanbieding. Hé, hey, zeg, wat doe je nou, Dommel? Hij zegt, Dommel, kom onmiddellijk terug. Hé, hey, Dommel, dat heb je snel gedaan. Ah! Ah, nou, je moet niet denken dat je een koekje krijgt, dat Dommel, ik haat je. Wat was dat dan, jammer? Hey, kom al. Rustig. Rustig, ik kom, hè. Mevrouw Beatrix en Cherry, wat zien jullie er boos uit? Is er soms iets gebeurd? Wat? De onschuld uithalen aan wat er gebeurd is? Dat is een toppunt. Ik wil ze maar voorspreken. Waar zit hij? Hij doet een boodschap. Dan kom ik straks alweer terug. Denk maar niet dat jij je straf ontloopt. Een grapje is leuk, maar dit gaat echt te ver. Huh? Sorry hoor, maar ik weet helemaal niet waar u het over heeft. Nee? Nou, dan zal ik je helpen om je geheugen op te frissen. Ik zal er weer van horen. Zou ik soms in de slaap vallen? D2 is vastgestolen door Balthazar. Hé, net wat ik dacht. Ik zal hem morgen eens liggen, die kat. Ik krijg je wel, stomme kattenbaak. Dommel! Hé, Dommel, waar ben je? Hiro, hop en hebbes. Die afstandsbediening is niet van jou, dief. Door jouw stomme grappen heb ik op een kop gekregen. Sorry hoor, ik wilde alleen maar helpen, maar die robot werkt beter dan ik dacht. Hey, Lala. Dag, Dommel. Ik zei dag, Dommel. Ik krijg je wel, rotkat. D2, hup. Grijp Balthazar, hij is een dief. Drop af, D2. Vang die kat. Vang die kat, laat hem niet ontsnappen. Grijp hem bij zijn lurven. Je krijgt me nog niet. Dommel, help me. Ik word te gek. Dat was dom van me. De afstandsbediening. Die is naar zijn grootje. Nou kan ik D2 niet meer stoppen. Heeft u toevallig Balthazar gezien? Hij wordt door een dikke witte robot achterna gezeten. Zeg, waarom liggen al die auto's op hun kop? Wat denk je? Ik zou het niet weten. Mijn schuld is het niet. Oh, hier ben jij. Nee, maar dat lijkt mijn D2 wel. Help! Mijn evenbeeld heeft het gedaan. Oh, help me, zeg maar voor. Wat is het nou, Dommel? Ik denk dat het verstandig is om heel snel weg te wezen. Begin maar met uit te leggen wat er hier aan de hand is, Dommel. Ik denk dat er iets mis is gegaan met D2. Ik wil best een pak slag krijgen als ik het verdien, maar dit keer bedoel ik het goed. We redden je wel, Balthazar. Nou heb ik je, Balthazar. Dommel! Van je leren. Waar is de afstandsbediening, Dommel?